Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En dat we hier in een kerk stond is niet heel toevallig. Het had te maken met de hobby van mijn hoofdpersoon. En dat is Chris Wouters uit Remmerstok. Hoi Chris. Waarom stond je eigenlijk in een kerk? Ja, we zijn hier in de kloosterkerk van Wettem. En dat komt eigenlijk omdat mijn grootste hobby orgelspelen is. Dichtspels orgel? Ja, dat klopt. Kerkorgel? Ja. Mooi, vroeger wie oud was je geweest? Ik ben 16 jaar oud. En een jong van 16 die kerkorgel speelt? Ja. Wie komt ze daarbij? Ik ben eigenlijk 7 jaar geleden op de muziekschool in Voeren begonnen met piano. En na ongeveer 3-4 jaar ben ik min of meer achter een orgel beland. En dat was volgens mij in Remmerstok. En toen is eigenlijk een wereld voor mij opengegangen. En sindsdien ben ik ook echt orgel gaan spelen. Maar de hubs orgels en kerkorgels, is er verschil naar me gaan? Ja, en ik ben voornamelijk bezig eigenlijk alleen maar met kerkorgels. Maar waarom die passie van kerkorgels? Wat is daar zo apart aan? Sowieso, het orgel is instrument. Er heb heel veel registers op een orgel. Het ligt natuurlijk aan de grootte van het orgel. Maar ik vind de kinderen met een orgel heel zacht registreren. En dan creëert ze een bepaalde emotie, heel lieflijk. En de kinderen ook het orgel zo laten klinken dat de hele kerk trilt. En dat vind ik aan het instrument ontzettend bijzonder. De grootsheid van het instrument. Ja, en ook de emotie die ze op verschillende manieren kunt teweeg brengen. Kent ze die emotie in die muziek liggen, natuurlijk? Ja. Ja. En welke emotie zou ze dan willen teweeg brengen met de lucht? Dus niet dat ik echt een doel heb om lui te emotioneren, maar ik huur al vaker van lui van de hubs me geraakt. En dat vind ik dan heel erg schön als lui zeggen van ik heb ergens aan gedacht hoe ik al heel lang niet meer aan heb gedacht. En dat kan zijn als lui verdriet hebben, maar ook blijdschap. Dat kan heel veel verschillende emoties zijn. Kent ze zonder alle muziek spelen op zo'n kerkorgel? Ja, de speel is in een kerk, dus het is niet toegestaan, of ja, niet toegestaan. De hubs zich natuurlijk wel een bepaald repertoire te houden. Je is niet alledaagse nummers tijdens de mes spelen. Maar dan kent ze ook heel moderne nummers op een orgel spelen. Ja, want toen ben je 16. Volgens mij is de jeugd van 16 met heel andere muziek bezig dan wat ik bezig ben. Ja, dat is niet de dagelijkse muziek van mijn leeftijd, maar ik vind het hele mooie muziek en daar ben ik eigenlijk ja, toch wel iedere dag mee bezig. Je zit op het Sofianum, ja. Daar heb je ook muziekles naar me gegaan. Ik heb daar muziekles gehad, maar ik heb daar niet meer voor gekozen in de bovenbouw. Nee, dus je hebt niet muziek als eindexamenvak? Ik heb het niet als eindexamenvak, maar ik ben wel nog steeds op de muziekschool invoeren. Iedere zaterdag bezig, dus daar heb ik wel nog steeds muziekles. Wie ben je dan? Ik zit in principe nu in het derde jaar van de middelbare graad. Daar heb je de lagere graad, de middelbare graad en de hogere graad. De hogere graad is ook nog 3 jaar. En ja, ik speel in principe nu 7 jaar piano en daarvan ook 3 jaar orgel. En schat natuurlijk naar het conservatorium. Ja, heel veel mensen vragen mij dat en daar heb ik ook over nagedacht. Maar ik heb toch de keuze gemaakt om muziek als een hobby te blijven doen, maar dan wel op een zo hoog mogelijk niveau. Dat ik mezelf constant blijf uitdagen om steeds beter te worden. Ja, en wat is dan wel de wens voor later te gaan werken ofzo? Ja, die keuze moet ik ook dit jaar maken. Daar ben ik eigenlijk mee bezig, maar daar heb ik nog niet echt een antwoord op. Daar moet ik me nog op oriënteren. Ja, want welke richting heb je nu op het Sofianum? Ik zit nu op 5 HAVO, is het examenjaar. Ja, en volgend jaar? Volgend jaar moet ik dan een opleiding beginnen. En ik ben geïnteresseerd aan de kant politiek en recht. Dus... Politiek en recht? Ja. Dat is gans anders dan muziek? Is totaal anders dan muziek, ja. Nu speelt ze niet alleen hier in Wittem in de kerk, maar ook in Gulpen en in Remmerstok. Ja. 3 gans verschillende kerkorgels. Ja. Ja? En Remmerstok is een heel klein orgel, dat is eigenlijk meer voor een koororgel. Dat is ook op die manier heel erg mooi. En Gulp is ook een heel groot orgel, ook een heel mooi orgel. En Wettem, dus het zijn 3 verschillende orgels en dat vind ik ook het mooie, dat ze met die verschillende orgels dat ze daar ja, heel verschillende muziek op kunnen laten huren. Wie oud zijn die instrumenten eigenlijk? Dat verschilt. Het orgel uit Remmerstok is 40, 50 jaar oud, maar het orgel wat hier staat is al gauw 100 jaar oud. Een monumentaal orgel? Ja, ik weet niet precies of het monumentaal is, maar het is een heel oud orgel. Het had heel veel monumentale orgels hier in de buurt. Ja. Zou ze er ook een scherp op willen spelen? Ik heb bijvoorbeeld in Noorbeek gespeeld, is een monumentaal orgel. Dat is een heel mooi orgel. Dat is een van de
orgels hoe eigenlijk het leefst op speel. En vooral hier in de regio Wijlrij, Gronsveld, heb je heel veel mooie orgels. Ja, en deze dan vooral koeren begeleiden of speel ze ook solo? Ik begeleid in principe de diensten hier, ook de vieringen in het weekend. Maar ik ben momenteel niet bij koeren bezig. Nee, maar zou ze dat wel kennen of willen? Ik zou dat kennen, maar ik heb voor mezelf besloten om me niet aan een koer te brengen. Dat ik wel nog mijn eigen vrijheid heb. Ik kan nu tijdens de mis mijn eigen stukken toch nog goed kiezen. En ik kan ook nog de samenzang begeleiden. En dat vind ik een hele mooie combinatie tot nu toe. Als je op de iPod muziek hebt gestouwen, wat voor muziek is dat dan? Heel veel muziek van Bach. Dus echt barokmuziek, ook klassieke muziek. Maar ook echt nummers uit de jaren van mijn ouders. Dat verbaast iedereen wel. Maar het is heel verschillende muziek. Maar ik ben er goed zodag bezig met de muziek van Bach. Ja, muziek uit de jaren van die ouders. Dan hebben we even de jaren 80. Ja. Want Dinge Pap, die speelt in een popband. Ja, dat klopt. Die maakt furoren hier door de ganse regio, gans Limburg. Ja. Is het zo niet tijdvaardig? Ja, dat ken altijd in de toekomst nog. Maar ik heb, voor mezelf heb ik het idee, de muziek van Bach en oude muziek is voor mezelf een hele goede basis. Hoe ze heel veel van kan leren. En denk ik, ik kan later nog altijd met heel veel plezier aan de band meedoen. Bijvoorbeeld met Mimine Pap of zelf een bandje oprichten. Ja. Heb je anders met de pap meegespeeld? Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat zijn wel de plannen. Ja? Ja. Maar dat niet op kerngeurgel. Nee, dat zou kennen, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Wat vinden die collega's, studenten en vrienden eigenlijk van die hobby? Ze vinden het heel apart. Ze waarderen het wel. Dat vind ik ook altijd heel fijn. Maar als ik zeg, als voor s'avonds bijvoorbeeld op stap zie en ik zeg, ik moet morgen om 9 uur de mes spelen, dan kijken ze zich wel even aan van oké. Maar ze hebben er wel begrip voor en dat vind ik heel leuk. Op stap, dus op die nog een bit dan? Dat is meestal wel het doel, maar ik heb soms later heim en dan moet ze wel vreugd eruit, maar dat duurt er wie. Ja, ja. Dus pas dus alleen op zondag normaal? Ik speel op zaterdagavond in Gulpen. En op zondagmorgen speel ik hier nu genoeg. En dan kan het verschillen dat ik op zondag ook nog in Gulpen speel of in Rijmerstok. Kent ze nog helemaal met bier verdienen? Ja, dit is eigenlijk in principe een baantje van me en daar verdien ik ook leuk met. Ja. Wat is nou eigenlijk die ultieme streven, zal ik maar zeggen, met die kerkorgelmuziek, met die hobby? Ik heb niet echt een vast doel dat ik zeg, als ik dit bereik, ben ik tevreden. Want ik heb zoiets, ik ken ze nooit eigenlijk tevreden zien, maar ik wil wel proberen zo wit mogelijk te komen in de muziek van Bach, want dat inspireert me heel erg. Ik hoop dat ik toch in die muziek heel wit kan komen. Is het een optie om eens ooit zelf kerkorgelmuziek te schrijven? Ja, ik kreeg dat wel geleerd op de muziekschool, om ook zelf muziek te schrijven, om te componeren. En ik hoop ook dat dat er inderdaad ooit van gaat komen. Ja, die orgelspel werd gewaardeerd, denk ze? Ik denk het wel. Het is een bepaalde leeftijdsgroep die het zieker, dan kijk ik toch al gauw boven de 60 jaar en dan tot de 80 jaar eigenlijk. De opa's en oma's? De opa's en oma's die eigenlijk ja, toch wie voor het zijn het midden in de kerk zitten, die waarderen het ontzettend, dat huur ik ook iedere week. Ja, en onder mijn leeftijd is het gewoon minder bekend, maar daar wil ik zieker, dat is ook een van mijn doelen om daar veranderingen in te gaan brengen. Je wilt kerkorgelmuziek populair maken bij jongeren? Kerkorgelmuziek ook. Ik wil u niet verplichten om dat te luisteren, maar ik ken ze ook met een orgel. Ja, het orgel werd continu met de kerk vergeleken, of dat het altijd in een kerk staat. Maar ja, ik ken ze ook nummers van wat ik dikker heb gedaan, een nummer van Queen spelen of van Coldplay. En dat, ja, ik denk dat dat jeugd wel kan trekken. In de kerk? Ja. Maar dan kan ze het kerkorgel natuurlijk niet naar de school brengen of naar de jeugd. Dus de jeugd zal dan toch naar de kerk moeten komen? De jeugd zal inderdaad naar de kerk moeten komen. En dat kan ik u niet verplichten, maar ik hoop wel dat ik ze kan laten zien dat dat ook heel mooi kan zijn. Een heel mooi streven vind ik en ik wens je er heel veel succes bij. Dank je wel. En veel plezier vooral bij het orgelspelen. Dank je wel. Nou, dit wordt weer een aflevering van In Gesprek Met. Ik dank Chris en ik dank u allemaal voor het kijken. Tot de volgende keer.